Hallo mensen van die internet. Ja, dit was ik weer. Kijk even een vlogje maken. Het is zover. Wat is zover? Dat vraag je af. Deze jongen. Deze gaat eraf. Haha, voor de camera. Ja, dames en heren. Er is een weddenschap gaande. Mijn sik tegenover bier. Bier wint. Aldus. Ik heb hier schaar. Een scheerapparaat om het restje af te maken. Maar ja, hij is onderhand zo lang dat je hem niet in één keer gewoon eraf kan scheren. Dus, bij knippen die ellende. Dat is hem. Ja, that's pretty much it. Dus, bij deze. Ik heb hier iets om haar op te vangen. Dus... Hats of lats. Dat is één. Moeten we hem even... Dus dan is het gros eraf. Mijn ziel! Mijn ziel! Nee, de wetenschap was met een maat van mij. En die wou voor bier dat mijn sikkers wegging. Denk van nou, vooruit, ik zal je matsen, jongen. En mezelf stiekem. So the beard had to go. Alright. Yeah. That's scary, man. Ik heb mijn eigen kind al tijden niet gezien, gewoon. Dus, tondeuze. Maar ik zal even de microfoon wegdraaien, want dat geluid zal geheid niet aangenaam zijn. Oh, pardon. The beer is mine. Oké. Wat ik voor de rest nog te vertellen, behalve de bard removal. Vrijdag, zaterdag in Zwolle geweest. Was Fnatic. Is een boardgame / RPG / wargame / LARP event in Zwolle. Dat georganiseerd wordt door de Games of Stuff, een van de beste gameswinkels in mijn opinie waar je langs kan gaan als je van boardgames en wargames etc. houdt. Moet je echt een keertje langs gaan als je de kans krijgt. Ja, dat was awesome. Ik heb min of meer gelarpt, alleen dan minus het kostuum helaas, wat ik altijd nog wel een keertje wil doen. Voor de rest, moet ik dus binnenkort even mijn bier gaan innen. Wij hebben tevens 100 subs met de Gaming Dutchman. Dus binnenkort komt die livestream er ook aan. Rocco, ik en Stefan die gaan nog eventjes bekijken wanneer het uitkomt dat iedereen hier komt. Want ze moeten uit allerlei delen des landes komen. En dan gaan we dat doen. Wil je op de hoogte blijven, moet je even ons andere kanaal subben, de Gaming Dutchman. Allemaal aan elkaar. Dan krijg je ook geregeld leuke content van ons gestoorde gamers. En dan hoop ik dat jullie daarvan genieten. Voor de rest heb ik weinig te melden. Ik hoop dat jullie een fijne dag hebben. Ik heb het in ieder geval wel. En geniet ervan. Later.